provincie zet subsidie stop en gemeenten trekken hun toezeggingen terug. Hoe moet het verder met de pontjes over de Maas? Kunnen de vier pontjes over de Maas, die de verbinding zijn tussen Brabant en Gelderland, in de toekomst nog wel blijven varen? De stichting Maasveren, die deze veren beheert, staat voor een moeilijke keuze, nu de subsidies van de provincie en de toezegging vanuit de gemeente Os vervallen per 1 januari aanstaande. Dat heeft voor de stichting vervelende consequenties. Doordat we inderdaad minder subsidies krijgen, maken we verlies. Dat is de verwachting voor 2023 en ook de verwachting voor 2024. Want het blijkt dat de afgelopen 10 jaar hebben we regelmatig een beroep moeten doen op de subsidies van de gemeente Os en het Gelderse Verenfonds. Het Verenfonds verstrekt de subsidies via de gemeente West Maas en Waal en Maasdriel. Maar de provincie Gelderland heeft gezegd we stoppen. De provincie legt de verantwoordelijkheid nu bij de gemeentes. De gesprekken met het bestuur en de gemeentes verliepen tot nu toe moeizaam. Er zat weinig vooruitgang in. Maar gelukkig, nogmaals, zitten we weer met elkaar aan tafel. En dan gaan we kijken hoe we de subsidies in 2024 kunnen organiseren. We zijn natuurlijk een maatschappelijke organisatie. En we spelen een belangrijke rol in de regio voor de bewoners. En dat is ook de reden dat we inderdaad onze 5 oeververbindingen ook de komende periode in de vaart willen houden. En wie gaan hier nog het meeste overheen? Wie maken gebruik van de pontjes? Uiteraard woon-werkverkeer. Dus bewoners die in Brabant wonen of in Gelderland werken of net omgekeerd. We zien ook dat heel veel scholieren gebruik maken van onze vierponten. Agrariërs en in de zomer natuurlijk de toeristen. Ik maak regelmatig gebruik van het veer, zeker zomers. 'S Winters wat minder, maar de veren moeten blijven, absoluut. U maakt het voor woon-werkverkeer of voor andere doeleinden? Andere doeleinden, gewoon privé, recreatie. Als het veer zou stoppen, heeft dit grote gevolgen voor de gebruikers. Dan zullen we een heel eind om moeten rijden. Want dan of over 's-Hertogenbosch of over het volgende veer. Dus ik vind het onzin dat ze deze veren eruit gaan halen. We kunnen op 2 manieren kunnen we maatregelen treffen. 1 is natuurlijk de tarief. Maar ik weet ook op het moment dat wij 5 euro gaan vragen voor een overtocht, dat iedereen afhaakt. Tweede maatregel is inderdaad minder gaan varen. Dus dat we inderdaad bepaalde tijden niet meer varen. En in het uiterste geval een pont eruit uit de vaart halen. Maar nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat dat ooit gaat gebeuren. Ik weet ook dat men momenteel ook op onderzoek doet naar de rol, de functie van vierpontorganisaties in Nederland. Ik zeg er meteen bij, dat is al vaker gedaan. En ik weet ook, als alle veerponten morgen stoppen met varen, staat Nederland muurvast. Een 71-jarige man uit Groesbeek is vermist. In de nacht van donderdag op vrijdag is deze man vertrokken met zijn auto. Sindsdien is hij niet meer gezien. De politie roept via sociale media op om naar hem uit te kijken. Het eerste deel van het kenteken is bekend. Dit gaat om 3TLV, Theo Leo Victor. De politie vraagt je om 112 te bellen bij het zien van dit voertuig. GGD Gelderland Zuid roept op en biedt mensen de mogelijkheid om buitenslapers te melden via een digitaal formulier op hun website. Dit is omdat het winter is en buitenslapers risico lopen op bevriezing van lichaamsdelen en onderkoeling. Voor hen zijn er in Nijmegen extra slaapplekken beschikbaar bij de dak- en thuislozenopvang. Zie je een buitenslaper, dan kun je dit anoniem melden via een meldingsformulier van de GGD. De GGD houdt tijdens de koude gedeelte van het jaar een overzicht bij van de buitenslapers. Bij temperaturen onder 0 stellen RIBW en Iriszorg extra slaapplekken beschikbaar. De gemeente Druten wil een nieuw bedrijventerrein inrichten. Uit een ambtelijke verkenning is gebleken dat enkele locaties kansrijk zijn of kunnen worden. Voor dit onderzoek had het college eerder al 35.000 euro beschikbaar gesteld. Ondernemers of bedrijven die in Druten willen uitbreiden of starten, kunnen sinds 2 jaar niet meer terecht op het bedrijventerrein van de gemeente. Alle bedrijfsterreinen zitten helemaal vol. Volgens het college heeft Druten de komende 10 jaar behoefte aan ongeveer 5 hectare bedrijfsgrond. Historisch vervoer Millingen, bekend om zijn jaarlijkse oldtimerstreffer, neemt afscheid na 31 jaar. Sinds 1988 heeft een groep vrijwilligers Millingen aan de Rijn met dit evenement op de kaart gezet, waarbij oldtimers en klassieke auto's in het middelpunt stonden. Het evenement groeide uit tot een geliefde bijeenkomst voor autoliefhebbers.
De organisatie van het evenement stond de laatste jaren voor steeds grotere uitdagingen die hebben geleid tot de beslissing om geen nieuwe editie meer te organiseren. De organisatie wilde geen concessies doen aan de kwaliteit. Een sigaretje, een vape of zelfs een jointje. Het is geen positieve trend, maar steeds meer jongeren beginnen hieraan. Veel van hen kennen alleen niet de gevaren daarvan. Een paar studenten van de HAN hebben daarom besloten een podcast te beginnen om jongeren voorlichting te geven op het gebied van drugsgebruik. We zijn dit jaar bezig met een communityproject. En wat wij dan doen is, dan verdiepen we ons eigenlijk in een maatschappelijk probleem. En daar gaan wij kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. En wij wilden ons heel erg graag bezighouden met verslavingen onder jongeren. En daar kwamen in ons eerste onderzoek kwamen er verschillende verslavingen uit. Hè. Dus bijvoorbeeld online gokken, vapen kwam daar uit. Maar ook drugsgebruik en dan wiet. En dat vonden we eigenlijk al een hele interessante om daarop voor te bouwen. Wat de Good Trip is, het staat eigenlijk centraal voor duidelijke, eerlijke en accurate cannabisvoorlichting. Want wij vinden eigenlijk dat dat heel erg ontbreekt bij de jeugd, op scholen. En daar pleiten wij eigenlijk voor. Dus wat wij willen, is wij willen het cannabisgebruik bespreekbaar maken. Vooral in een samenleving waar cannabis eigenlijk steeds meer gelegaliseerd wordt, willen wij ervoor zorgen dat iedereen dus goed op de hoogte is van de voor- en nadelen, zodat ze dus uiteindelijk zelf ook een weloverwogen keuze kunnen maken. Er wordt ook actief gezocht naar interessante gasten voor tijdens de podcast. We hebben tot nu toe 2 keer een gast gehad. En 1 van die gasten hebben ons zelf benaderd. Die hebben gezegd, die zijn ook met een project bezig. Die zeiden, oh leuk, mogen wij een keertje langskomen. De andere gast was iemand van de Piratenpartij. Die hebben wij zelf benaderd. En vanmiddag gaan wij met iemand een podcast opnemen die via het krantenartikel wat ze hebben gezien in de Gelderlander ons hebben benaderd op Instagram met, hey, dit is mijn verhaal. Ik zou het echt leuk vinden om mijn verhaal te mogen komen delen in jullie podcast, waarop wij zeiden, super gaaf, kom langs. Dus het is een beetje een mengelmoes van mensen die wij zelf benaderen en mensen die ons vinden en ons benaderen. Tijdens de podcast worden verschillende onderwerpen binnen het drugsgebruik aangekaart. Een groot voorbeeld daarvan is eigenlijk de verschillende manieren waarop je cannabis kunt consumeren. Je bent waarschijnlijk wel bekend met een jointje, met of zonder tabak. Maar heel veel mensen weten dus eigenlijk niet dat dat best schadelijk voor je is. Bij roken komt natuurlijk teervrij. En ook de wietvapes die je bijvoorbeeld in Duitsland kunt krijgen of bij verschillende coffeeshops, die zijn ook niet onschadelijk. Jasmijn hoopt op meer bewustwording bij de jongeren. Lees je in, weet wat de gevolgen zijn, doe het veilig. Dus ga zeker niet in combinatie met andere verdovende middelen iets doen. Als je het wil doen, is dat volledig aan jou, maak je eigen keuze. Maar zorg er wel voor dat je gewoon weet waar je aan begint en dat je dat ook echt wil. Dus dat het jouw eigen keuze is, niet vanuit groepsdruk. En dat je gewoon zelf een keertje in een fijne sfeer, veilig bij iemand thuis. Laat ook iemand weten dat je misschien zegt, joh, ik ga vanavond een keertje proberen om wiet te gebruiken. Dat iemand ook een oogje in het zeil kan houden. Dus wat je ook doet, doe het veilig. Maar stiekem is natuurlijk het allerbeste om het gewoon niet te doen. Weer hadden we vandaag met een grijze en koude dag te maken. Pas aan het eind van de middag liet de zon zich op enkele plaatsen even zien. Maar dat was maar vrij weinig. Het bleef ook erg fris bij 0 tot 1 graden. Morgen is er maar weinig anders. Het blijft wel droog met af en toe wat zon en lage temperaturen. De dag start met min 5 graden en wordt uiteindelijk een graad in de plus. Zondag zal grotendeels prima verlopen, maar later op de dag is er een enkele winterse bui niet uitgesloten. Ook dan is het nog fris met maximaal van 2 graden. In de nieuwe week laat ons nog even wat onzekerheid zien. Het zal fris blijven, maar of dat zonnige of natte dagen worden, is nog even afwachten. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 1 december. Nu op RN7 kun je weer kijken naar een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zondag tegen Ajax. Het laatste nieuws vind je natuurlijk doorlopend op rn7.nl. En maandag zijn we weer bij je terug. Dus ik wens je een heel goed weekend. Graag tot dan.